We hebben natuurlijk in de duivensport alles al beleefd wat er te beleven valt. In 1983 waren we bijzonder trots, waren we de eerste nationaal kampioen van Nederland. In 1984 waren we de tweede nationaal kampioen. Maar eerlijk gezegd bij WHZB Beter, dit is de eerste keer dat we echt nummer 1 zijn bij WHZB Beter. Ja, echt kippenvel moment toen we het hoorden. Was echt tot tranen toe in de ogen van jongens. Dit behalen van half april tot en met half september zo presteren met Vitesse, midvond, dagvond en dan ook met de jonge duiven. We wisten dat we misschien wel een kans maakten voor een top 5 klassering. Maar nummer 1 worden is natuurlijk een droom die dan uitkomt. Ook voor ons, absoluut. WHZB Beter ligt mij altijd heel erg nauw aan het hart. We zijn wel 40 jaar sponsor geweest. Ik vind het een geweldige competitie. We zijn er heel erg blij mee en heel erg trots op. Evert Jan en ik zijn er dus heel veel mee bezig. We doen echt alles aan met onze goede medewerkers om de top in de duivensport te bereiken en te behouden. It's unbelievable to be number 1 from whole Holland. It was not so easy for me when I come here. I need to learn everything because everything was new. Everything is different like in my country, but I think we managed to learn very fast. You're only 3 years here, and you have gained incredible results. What makes you a good fencer? Yeah, that is very difficult question. But I think one of the things is I'm very eager to learn, learning fast, and discipline, I think. And in the end, you must have really, really good pigeons. And this is here in Greenfield Stud, we have lots of good ones. So it's a little bit easier, but still you need to work a lot. It's not something, some magic or something. You just need to work with pigeons and a result, at last, it will come. Speedy Grizzle. De eerste nationale asduif op de NATO-tour WHZB Beter 2019. Een geweldige grijze devin, gespeeld op het hok van Lotte Eijerkamp, maar geboren bij de gebroeders André en Bert Leideman. Daar kochten wij 30 jonge duiven die wij allemaal op de vluchten hebben gespeeld. En deze duiven werden alleen op de NATO-tour gespeeld. De eerste 2 vluchten van de NATO-tour hebben we overgeslagen, omdat we ons de weersomstandigheden niet aanstonden. Maar vanaf de 3e vlucht werden ze 4 keer gespeeld. En Speedy Grizzle won 4 topprijzen. 3 keer 1 op 1000. 2 keer verslagen door hokgenoten. Maar uiteindelijk leverde dat haar de titel op. Beste duif op de NATO-tour, WHZB Beter. Een geweldige devin, gekweekt uit 2 topduiven, want zowel de vader als de moeder speelden bij Leideman de eerste. De moeder is een dochter van het Goed Grijs, een van de beste devinnen in Nederland met 7 eerste. Maar die dochter Goed Grijs, die wij intussen ook aangekocht hebben, speelt er zelf ook 2 eerste. De vader is Viton en Viton gaat terug naar die duiven van Wolfgang Reuper. En ook Viton speelde de eerste op een midvondvlucht bij Leideman. En we zijn heel blij natuurlijk met zo'n topduif, die natuurlijk nu ook getransfereerd gaat worden naar onze eigen kweekhokken. Want we zijn er zuinig op. En samen met de ouders gaan we hier nog veel plezier beleven naar de toekomst toe. Ja, we staan natuurlijk alweer aan het begin van een nieuw seizoen, 2020. Ja, ons ambitieniveau is en blijft hoog, hè, zoals men dat ook van ons gewend is. Wij willen altijd winnen, zowel met ons prachtige meubelbedrijf, waar inmiddels 300 medewerkers werken, maar ook in de duivensport, waar een mooie afleiding is, maar waar topsport ook echt bedreven wordt. We blijven investeren ook in goede duiven. We blijven investeren in veel tijd aan de duiven besteden, het verder opleiden van onze mensen en we hopen deze lijn door te zetten. Maar zo goed als het afgelopen seizoen en het jaar ervoor, daar kun je alleen maar van dromen. En je weet het, je hebt met dieren te maken, dus dat weet je nooit. Maar we gaan zeker ons best weer doen.